President Chandrika Prasad Santokhi heeft gisteren tijdens een oriëntatiebezoek aan gebieden in Paramaribo die zijn getroffen door wateroverlast de opdracht gegeven om evacuaties uit te voeren. Het NCCR moet personen evacueren die niet in hun woning kunnen verblijven en waar er een onhygiënische situatie is ontstaan. Het staatshoofd merkt op dat de mensen uit hun woningen moeten en dat de huizen een opknapbeurt moeten krijgen. Voor de getroffenen worden er voorlopige opvangfaciliteiten gecreëerd. Er wordt veel neerslag verwacht en een stijging van het waterpeil in de rivieren. Het ministerie van Openbare Werken gaat per onmiddellijk over tot werkzaamheden om het overtollige water uit de getroffen gebieden weg te loodsen. President Santokhi merkt op dat het geen tijd is voor schelden en vingerwijzen. Suriname behoort tot de top 10 landen met een zeer lage kustlijn. Stijging van de temperatuur op de aarde en de waterspiegel in de oceanen zullen ervoor zorgen dat deze landen onder water zullen lopen. Laten wij milieubewust worden en ons land beschermen. Als overheid kunnen wij het niet alleen. Het is een collectieve verantwoordelijkheid, aldus de president.